overheid wil mensen die op wat voor manier dan ook in aanraking komen met kinderen in de kinderopvang beter in de gaten houden. Daarom wordt het persoonsregister vanaf 1 maart uitgebreid. In het register moeten dan ook tijdelijke medewerkers als stagiaires, uitzendkrachten en vrijwilligers geregistreerd worden. Ook mensen die zelf geen kinderen opvangen, maar wel regelmatig op een crèche of kinderdagverblijf zijn, moeten zich registreren. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken bekendgemaakt. Bij ons in de studio, Ide Drachstra, directeur ComKids Schiedam, om het een en ander toe te lichten en te vertellen waarom dit zo belangrijk is. En natuurlijk ook Melissa Holleman. Allereerst eventjes over die bezuinigingen, wel bezuinigingen, geen bezuinigingen. Het gaat nogal een beetje heen en weer met de miljoenen, geloof ik. Melissa Holleman is trouwens onze pedagoog en is het hoofd van het Pedagogisch Kenniscentrum. En die heb ik natuurlijk meegenomen voor die ondersteuning die ik hard nodig heb soms. Maar de bezuiniging, we hebben de onderwijsachterstandmiddelen in de gemeente, die zijn verminderd in het kader van een herverdeling van alle onderwijsachterstandmiddelen in Nederland. Voor de gemeente Schiedam kwam dat uit op haast 32% bezuinigingen. En die zouden volledig vallen op de wat kwetsbare groep van VVE-kinderen. Wij hebben 45 medewerkers werk in de speelzaal VKV-groepen. Dus ja, bezuinigen betekent ook veel minder uren werken. Dus wij hebben enthousiast, zoals onze medewerkers ook zijn, ingezet op het verminderen van die uren. En inderdaad, die medewerkers zijn zo goed opgeleid de afgelopen jaren dat ze ingevoegd in de kinderopvang. Dat hebben we heel transparant gedaan met onze medewerkers. Die waren niet blij dat er bezuinigd moest worden. Nee. Maar die hadden wel zoiets van, ja, we zijn blij dat we bij ComKids mogen blijven werken. Dus die zijn prachtig aan het bewegen gegaan. Het regeerakkoord heeft wat lang op zich laten wachten. En wat stond er in het regeerakkoord? Het belangrijk is dat kinderen 16 uur per speelzaal zouden kunnen ontvangen als zij een te verwachte leerachterstand zouden hebben als ze naar de basisschool gaan. Dat is wel raar, want in Schiedam zouden we terug moeten door die bezuiniging naar 10 uur per speelzaal. En de overheid zegt 16 uur. En dan zit je in een spagaat. De overheid zegt we gaan naar 16 uur. De gemeente Schiedam, terecht trouwens, zegt we gaan naar 10 uur, want er zijn niet meer middelen. Bezuinigingen? En het komt uit het CER-akkoord trouwens, die 170 miljoen. Dus het was een goed onderbouwd stuk. Maar ja, dat kan pas in 2019 ingevoerd worden. Dus dan zou je in 2018 de bezuiniging moeten invoeren. En in 2019 krijg je het weer bij. Heel raar. Dus afgelopen vrijdag heeft onze minister Slob besloten, ongetwijfeld naar rijp beraad met iedereen, dat er toch 170 miljoen weer ingepompt wordt in 2018. Waardoor eigenlijk de gemeente Schiedam iets van 53.000 euro moet bezuinigen. En daarvoor was het haast 2 miljoen. Okay. Dus daar zit nog een verschil in. Ja. Dat geldt trouwens voor heel Nederland. Het is niet alleen voor Schiedam, maar de bezuiniging is op die onderwijsachterstandmiddelen redelijk teruggedraaid. Onze medewerkers zijn natuurlijk weer enthousiast, want die hoorden dan nu van per 1 januari hoef je niet minder te gaan werken, maar je mag je eigen baan houden. En ouders kunnen nog steeds 5 dagdelen gebruik maken van de peuterspeelzaal. En dat moest teruggebracht worden naar 3 en 4. Dus eigenlijk iedereen blij, alleen de termijn is natuurlijk heel kort. Want we zitten nu in november, ja. Dus iedereen toch een beetje stress hierover. En een van onze medewerkers zei van ja, het is hartstikke goed voor kinderen, maar wat een gedoe zeg, dit gebeuren. Dus de contracten moesten weer aangepast worden, begrijp je? Nou, we hebben niet de contracten aangepast, want op het moment dat wij merkten dat de overheid het plan had opgevat om die 170 miljoen vrij te maken, hebben wij gezegd, we zetten even alles op hold, met onze medewerkers gecommuniceerd, we wachten even af wat er nu gaat gebeuren. En dat was natuurlijk eind oktober al bekend. En deze maand was een klein beetje onzeker. Ja. Onze medewerkers vonden het wel leuk dat het voor kinderen allemaal weer goed geregeld wordt. Want van 12,5 uur gaan we in Schiedam dan ineens weer naar 16 uur. Dus dat moet voor kinderen een stuk beter worden. Ja. En dan krijgen we opeens weer. Ja, dat. En dan moesten we opeens allemaal weer gescand worden. Nooit een dag zonder reuringen bij de kinderopvang. Ook weer. Ja, toch wel een beetje moeizaam en mijn wenkbrauwen die fronsen een beetje toen ik las wie er wel en wie zich niet moest registreren. Melissa, hoe zit het nou precies met die scan? Nou, het jammer is inderdaad wat je net al zei, is dat er vaak veel beweegt en veel gebeurt. Ja. En het is goed dat er veel gebeurt, maar laten we met z'n allen wel de goede kant op bewegen, zeg maar. En het doel van deze nieuwe wet is natuurlijk dat alle mensen goed in beeld zijn die in contact, in aanraking komen met kinderen. En dat is voor de veiligheid van kinderen erg goed.
Het is wel zo dat we eigenlijk al heel veel van die dingen doen. En dat eigenlijk onze stagiaires en onze vrijwilligers, die hebben allemaal al een VOG en die zijn allemaal gewoon gescreend om met kinderen te werken. Ja, want mensen die gescreend moeten worden, hè, of die een verklaring moeten afleggen, die moeten structureel werken in de kinderopvang. En structureel betekent dat je in dit geval dat je minimaal eens per 3 maanden een half uur op een locatie aanwezig ben. Ja, nou ja, daar zit een bepaalde structuur in dus. Hoe ga je dat controleren? Zal dat vanaf gehaald zijn? Ja, de controle is nog wel iets een dingetje waar natuurlijk wat achter zit. Maar de mensen die bij onze organisatie binnenkomen en in aanraking zijn daarmee, daar weten we natuurlijk wie daar komen. Ja. En daar werk je met vaste gezichten in, zeg maar. Dus daar kan je al een hoop mee ondervangen. Ja, ja, want je zei, we screenen de mensen al. Dit nog extra erbovenop, is het nodig? Nou, mag ik erop antwoorden? Ja, dan mag jij wel op antwoorden, ja. Ik denk wel dat het, we doen al heel veel, dat zegt mensen ook al. Dus onze klusjesman heeft natuurlijk ook een VOG, de toezichthouders hebben dat ook. Dat zat nog niet wettelijk verankerd, maar we vinden eigenlijk iedereen die met kinderen werkt, die zou, daar moet je een klein beetje van weten of ze wel of niet veroordeeld zijn ergens voor. Ja. Want het gaat natuurlijk om de veroordeling. Dus of dat allemaal zo nuttig is, dat zou je je kunnen afvragen, want misschien in het voortraject, want er zijn natuurlijk ook veel dingen die geseponeerd worden waarvan je toch denkt, er zit een terechte verdenking. Maar dat kunnen we intern zelf wel bekijken. Wat wel belangrijk is in dit geheel, is dat er nu een uniforme maatregel komt ook voor de gastgezinnen. En voor de kinderopvang. Want in gastgezinnen is het nog ingewikkelder. Want dan heb je huisgenoten, ooms, tantes, opa's, oma's. En dat is toch wel een. Ik denk dat het even in dat gedeelte van de branche wel heel erg hard aankomt. Want die moeten zich ook. Daar moet je ook een verklaring van goed gedrag. Ja. En wat wel goed is, hè, dat dit register. Eigenlijk had iedereen al een VOG, maar dit register is zo ingericht dat wij, al onze medewerkers, moeten zelf die VOG aanvragen. Ja. En dan moeten wij als organisaties die mensen koppelen aan onze organisatie. Dus nu was het zo dat als een medewerker bij ComKids komt werken, dan moeten wij de VOG aanvragen voor die medewerker. Mm-hmm. Gaat die medewerker ook nog werken bij Mundo, dat kan, want dat is een leuke organisatie, dan moeten ze daar weer een VOG aanvragen. En nu is het zo, nu kan die VOG gekoppeld worden aan verschillende organisaties. En dat maakt het bijvoorbeeld ook makkelijker voor de glazenwasser, bij wijze van spreken. Ja. Want wij laten onze ramen natuurlijk binnen- en buitenkant zemen. En dan is het wel verstandig dat die mensen die binnenkomen, dat wij zeker weten dat die een verklaring omtrent gedrag hebben. Die kunnen we dan koppelen. Ja. En zij kunnen die VOG op verschillende plekken gebruiken. Dus het is wel een verbetering in de administratieve romslomp. Het is wel even een dingetje nu, als je 300 man weer opnieuw moet organiseren. Maar ik denk wel dat het een administratieve verbetering is. Ja, administratieve verbetering. Wordt het ook veiliger? Ik denk dat. Ik zie jou lachen, maar. Ik denk dat het in de breedte geen kwaad kan om het proberen om het nog veiliger te maken. En het tweede gedeelte, wat meer veiligheid biedt, en daar kan minister straks nog meer over vertellen, is hoe spreken we elkaar aan in de groep? Wat zie je voor grensoverschrijdend gedrag van iemand? En ga je elkaar aanspreken erop? En dat is denk ik waar we veel harder mee bezig zijn. Ja. Dit is een regeling die een klein beetje de bovenkant afdekt. En wij moeten zorgen dat we intern natuurlijk goed zorgen dat men elkaar aanspreekt. Want Melissa, hoe spreken jullie elkaar aan daarin? Nou, wat we vinden is inderdaad dat we moeten voldoen aan de wet. En dat doen we dan ook op die manier altijd. Maar wij vinden het inderdaad veel belangrijker om te zeggen van wat gebeurt er op die groepen en wat leeft er bij de kinderen. Dus de kinderen moeten het gevoel van veiligheid hebben. Dus dat is de fysieke veiligheid, maar ook gewoon de geborgenheid die ze verdienen. En daarin ook het stukje veiligheid dat je kijkt van hoe doet mijn collega dat eigenlijk? Dus wij zijn heel vaak bezig met collega's om te kijken van hoe spreken we elkaar aan? En hoe kunnen we elkaar wat bijleren? Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste natuurlijk binnen die groep. Ja, maar kan je dat ook doen met de klusjesman die toch structureel aanwezig is, maar die je dan eigenlijk alleen maar voorbij ziet komen en waar je van iedereen denkt van oké. Nee, wij werken met veel vaste gezichten in dat onderhoud. Mm-hmm, ja.
Dus we werken alleen maar met bepaalde bedrijven. Daar hebben we een lang. Hebben we bewust gedaan? Ja, dat doen we bewust. Want we willen onze kwaliteit van dat soort dingen goed borgen. En we willen ook niet dat er allerlei vreemde mensen rondlopen. Nee, precies. Dus ook niemand komt meer binnen zonder zich te legitimeren en zonder duidelijk te maken waarom die komt. En als iemand zegt, ja, ik kom voor het liftonderhoud en die heeft zich niet aangemeld, dan kan hij weer naar huis toe. Ja. Want dat soort dingen kunnen gewoon niet meer. Je kan niet zomaar allemaal mensen naar binnen laten die zeggen dat ze wat komen doen. Nee, precies. Dus dat hebben we al lang geleden ingevoerd. Okay. Is dat iets waar... er wel eens iemand tussendoor. Ja, okay. En er loopt er weer iemand mee naar binnen toe. Maar al onze centra hebben ook zo'n tech-systeem. Dat mensen dus alleen maar naar tech binnenkomen. Ja. Anderen moeten bellen. Dus qua veiligheid hebben we wel veel gedaan. Veel ruimtes, heel transparant gemaakt. Dat het altijd mogelijk is om te kijken, naar binnen te kijken... of in een groep of in een ruimte. Ja. Dus ook zo'n klusjesman is gewoon niet alleen. Nee. Nou, misschien vraag ik nu iets waar jullie geen antwoord op kunnen geven. Maar kijk, dit soort registratie-items zijn er natuurlijk... omdat er dingen gebeurd zijn. Ja. Door schade en schande word je wijs. Is dat bij jullie ook wel eens een keer het geval geweest? Ik weet niet of je daarop mag antwoorden, hoor. Wegens de privacy, maar ik vraag hem maar. Ik ga hem erin. Dat is wel een ingewikkelde vraag. Ik werk al heel lang in de kinderopvang. En dat is een mooi voorbeeld van, denk ik, zo'n 18 jaar geleden. We kijken met z'n allen naar een programma van Opsporing Gezocht. En we zien daar iemand die een oud vrouwtje had beroofd. Die inderdaad bij ons werkte. Ja. Dat was bij Kinderopvang Dak in Den Haag. Dat is heel raar natuurlijk. Hè. Dus toen was ik locatiemanager. Dat ga je natuurlijk even bellen. Van, die meneer ken ik. Ik weet ook waar hij woont. Wat daar ingewikkeld aan was. Die man is natuurlijk opgepakt. Is veroordeeld. 5 jaar later werd ik gebeld door een organisatie. En zei, joh, ik weet nog wel dat er iets met die meneer was. Maar die meneer had gewoon een VOG gekregen. Ja. Ja. Omdat die VOG gaat over, heb je iets met kinderen gedaan? En dit was een wat oudere dame. En dat maakt dit systeem best wel ingewikkeld. Ja, ja. En ook hebben wij wel eens onderbuikgevoelens gehad en die bespreken we dan nadrukkelijk. En okay. Dan kan het wel eens gebeuren dat we dan toch maar iemand ontslaan als dat gebeurt. Ja. Want het gaat met name om die onderbuikgevoelens en niet of die VOG er nou is. Dat zou want het ook... is leuk om je achter de wettelijke kaders te verschuilen, maar we verschuilen ons liever achter onze eigen verantwoordelijkheden op dat moment. Dat zou ook wel veel vertrouwen geven aan de ouders, denk ik, dat jullie zo op deze manier bezig zijn. Ja, maar ik moet wel zeggen, dat hoop ik wel. Maar wat wel ingewikkeld is, is dat onze Nederlandse rechters altijd anders nadenken over dit soort ontslagprocedures. Ja. En dat maakt, ik denk, de branche wel wat voorzichtig om met het gevoel dingen te organiseren. Ja. Merken jullie door de reacties van ouders dat ze zeggen van goed dat dit soort beveiliging of registratie... mogelijkheden te zijn of interesseert ze het misschien niet? Of hoe? Nou, ik denk dat daarin wel een groot verschil tussen iedereen is daarin verschillend. Ouders zijn er ook in verschillend. En wat Ieder net al even aangaf over het tech-systeem, waarin we willen dat iedereen een tech heeft die een kindje bij ons heeft, zodat als je dat opkomt halen, dat je gewoon zelf naar binnen kan en dat we ook weten wie er binnenkomt. Daarnaast zijn er ook ouders die dat niet afnemen en die dan gewoon aanbellen. Dus die ontvang je weer bij de deur en die vertel je weer over het tech-systeem. Maar ook daarin, er zijn veel verschillen in van ouders. En ik denk ook dat te maken heeft met ieders ervaring en eigen achtergrond daarin. Ja. Ja. Nou, we zullen zien of dit systeem ervoor zorgt dat er nog minder dingen gebeuren waar alle ouders natuurlijk het de worst nightmare is van alles. Dank jullie wel voor jullie heldere uitleg.